We gaan naar uh, nou ja, bijna juni, maar 6 juli dan zijn er verplichte systemen in auto's. En welke systemen dat zijn, dat hoor je natuurlijk van ik Ben van Tilburg, haar partner. Ben, goedemorgen nogmaals. Um, nou ja, welke systemen zijn dat? En moet je die er dan ook in laten bouwen als je auto het niet heeft? Nou, dit, dat is inderdaad een punt van discussie. Want het, zijn, het gaat met name om de auto's die nieuw op de markt komen. Dus op het moment dat. Uh, nou ja, uh, Tesla of Kia of Hyundai een nieuw model uitbrengt. Ja. Dan moeten die systemen dus vanaf 6 juli erin zitten. Nou, heeft bijvoorbeeld mijn vriend, die heeft een nieuwe auto besteld. Ja. vorig jaar. Of de, in januari. Die zou hij in april krijgen. Toen werd het ineens juli. En nu is het augustus. Dus hij krijgt hem pas augustus of misschien wel september. Maar ja. Ja, we gaan over nieuwe modellen of nee, nieuwe, autos? nieuwe modellen. Over nieuwe dus modellen. Op het moment dat er een nieuw model uitgebracht wordt, ja? dan moeten ze eraan voldoen. Dus de bestaande auto's die al op de markt zijn, waar de typegoedkeuring als het ware al voor afgegeven is, ja. dat maakt niet uit. Als die nu nog geleverd moet worden en nog in productie is. Het gaat dus om een nieuwe bestelling, dat, uh, eigenlijk. Ja, Stel dat de Tesla Model 3 een compleet nieuw model krijgt na 6 juli. Dan moet hij eraan voldoen. Heb okay. jij hem al? Of heb jij dus nog het, mm -hmm. het huidige type gekocht, ook al is het augustus. Dat maakt niet uit. Oh, okay. uh, Welke systemen heb je het over? Dan? Nou, er zijn onder andere het ISA. Dat dacht ik wel ja. De in Intelligent Speed Assistant. Dat is dus die gecombineerd met uh, met je cruise control en de verkeersbordenherkenning uh, via je navigatiesysteem. Ja. Automatisch ingrijpt uh, wanneer je dus te hard rijdt. En dat gaat dus middels een uh, akoestisch signaal, net als dat je je gordel niet om hebt. Of, mm. een knipperend, of in combinatie met een knipperend lampje op je display. Dat systeem kun je uitschakelen, maar iedere keer als je auto start, staat het automatisch weer aan. Maar oh, dat moet. Dus, althans, ik zeg bij voorlopig is het ja, ja, schakelen. Okay. want op termijn zal het... Uh, yeah, ja. Maar goed, uh, vanaf 6 juli komen er een aantal dingen. Uh, Verbeterde gordels wordt dan verplicht een achteruitrijcamera. Maar wat is een verbeterde gordel dan? Wat, wat is er dan verbeterd verbeterde gordels uh, zijn, voor uh, zijn Nu zijn de, de gordels eigenlijk, uh, die hebben een uh, systeem erin zitten dat als er een aanrijding plaatsvindt, dat er onderin een, in die automaat uh, wordt er een pen wordt er uitgeschoten. Naast de airbag, dan rolt hij 8 centimeter op. Nou ja, waarschijnlijk zal dat dan 10 uh, centimeter worden, waardoor de men, eh, waardoor je wat vaster in je stoel gedrukt wordt en dat soort zaken. Ja. Nou ja, ik zei die dat dus met het oog op fietsers en voetgangers. Uh, ook komt er een, een, een betere vooruit. En uh, die dus voetgangers uh, minder. Uh, als iemand aanrijdt dat die dus minder. Uh, letsel heeft. heeft. Ah. Uh, maar ook een alcoholslot, voorbereidingen. Dat soort dingen wordt nu ook allemaal getroffen. Een hoop betutteling allemaal, hoop hè? Een hoop betutteling. En nog niet een onbelangrijk ding. Ze willen ook een black box in gaan bouwen. Nou, dat vind ik niet zo heel erg. Nee, nee alleen dan nee. krijg je weer. Uh, de wet op de privacy, wie, gaat, wie krijgt toestem, of toegang tot die black box? Black box? Is dat de politie of de verzekeraar? Of? Nou, met name die ja. laatste. Ja. Die, dat is nu uitgesloten, de verzekeraar, maar in de toekomst, ja, dan wordt er natuurlijk gekeken: je hebt een ongeluk veroorzaakt in combinatie met dat alcoholslot, in combinatie met die uh, ISA, he, die, die, die Intelligent Speed Assistant, hoe hard heb je gereden, gaan we wel of niet uitkeren. Al ja, dat, ja, ding, dat wordt. Uh, kijk, er zijn een... al verzekeringen, die kijken nu al mee. Hè. Die kijken nu dan al het mee. Dat is puur vrijwillig. En dan ja. lokken ze je met een beetje korting op de pijl. Op de ja, maar ze willen graag al meekijken. Dat ja. is al een beetje een, een voorbode dus. Ja, klopt. En wat je net vroeg, hè, van moet ik het dan in laten bouwen? Nou, die geluiden gaan nu ook op. Want ja, mensen... Zo? Het kan al behoorlijk mensen... wat ja. extra kosten zijn natuurlijk. Ook dat. Maar Nederland heeft het een van de oudste wagenparken van Europa, ook veelal omdat ze heel goed onderhouden zijn. Uh, stel dat jij een 14-jarige auto hebt en je wordt verplicht om dat even in te bouwen. Nou ja, dat. Uh, mm -hmm. Je beter een nieuwe kopen misschien. Precies, ja. misschien wel. Ja. Dan uh, een elektrische auto en een caravan. Ja, nou ja, het caravanseizoen staat weer voor de deur. Onderweg naar hier naartoe kwam ik er ook al een, uh, ja. een hoop tegen. Ja, iets achterop. En uh, hoe kom je er nou achter van? Ja, mensen willen wel een elektrische auto, maar sommigen mogen gewoon niets trekken. En ander mag weer alleen een fietsendrager. Uh, voor, uh, of een trekhaak voor een fietsendrager bijvoorbeeld hebben. Uh, er zijn in, op dit moment zijn er meer dan 50 modellen te koop die een goede 1500 kilo kunnen trekken. Dus hm. dat zit onder andere een Tesla bij, er zit een Volvo XC40 bij. Polestar ook volgens Polestar, mij, ja. de, he, Dus uh, als je het nou wil weten, google het gewoon eens. He. Ik noem even een voorbeeld, de, de site van Autoweek bijvoorbeeld, Carbase. Daar kun je gewoon exact op zien hoeveel mag mijn auto trekken. Maar één ding, als je een elektrische auto hebt, de actieradius neemt ja. fors af. Ja, precies. Ja. Ja. Mag ik blij zijn dat je het volgende laadstation haalt? Ja, inderdaad, ja. Precies. Ik ja, denk, je op een gegeven moment, nou, of... laat maar, ik neem hem niet meer mee. <laughs> ehm, ja. Een zonneauto van 6000 euro. Ja, dat, dat is, is een, wel interessant nieuwe, natuurlijk. Een nieuwe start-up is er. Ja? Uh, de auto heet de Solar uh, Squad, heet die. Dat zijn, is opgericht door twee oud medewerkers van uh, het Helmondse Lightyear, die dus de Nederlandse ja. zonneauto in de markt gezet hebben. Uh, die hebben een soort, ja, het is eigenlijk een soort combinatie tussen een scooter en een kleine auto. Uh, hij kan ook niet harder dan 45 km per uur, dus een rijbewijs heb je niet nodig. Gaat 6000 euro kosten. Is dat zo'n klein autootje dat ook in de, in de Randstad populair is? Oh ja, we zien hem nu ook al. Ja. Beetje vierkant, klein modelletje, een ja. beetje een die ja, uh, Opel, Opel En ja. die Ami van, uh, van de Citroën. Precies, maar die Ami is in Nederland geloof ik niet te krijgen. Nee, he? nog niet. Nee. Maar de Opel Rocks is eigenlijk dezelfde auto, want ze horen tot dezelfde groep, hè? Opel ja. en Citroën. Maar uh, dit is een, 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 een nieuw Nederlands product. Uh, ze gaan hem in de markt zetten vanaf 6000 euro. De duurste kost 9000 euro. Zo. Er komt op termijn ook een auto die 70 km per uur kan. En een wat grotere actie. Radius heeft en He, nu is het ongeveer een 50 kilometer, is niet veel. Er zit er ja. geen deur in. Ja, uitneembaar. Het voordeel is, je kan gewoon over dwars parkeren. <laughs> ja, maar weet je, in de, net wat je zegt Amsterdam, ik zag van de week een filmpje met Rouer ja. Veer, die cabaretier, die heeft ook zo'n uh, zo kleine auto in de, voor in de binnenstad. Dat is natuurlijk ideaal. Ja, ja, dat wordt wel de toekomst. Want de komende jaren wordt de grens met fossiele brandstofauto's veel verder uitgebreid. Dat je ja. op een gegeven moment niet meer de stad in mag. De ja, steden. Dat, weet je, ja. het Parkeren is natuurlijk helemaal een drama. Dat, uh... en, ja. Had je al gezegd misschien, maar wat daar heb ik misschien even gemist. De actieradius van het ding, weet je dat? Dat is nu een goede 50 kilometer, nou, maar die wordt nou, straks opgerekt ja. naar 100. Ja. En je kan hem nog eventueel uh, gewoon aan stopcontact laden. Waardoor de actieradius nog eens met 20 kilometer extra toeneemt. Oh, als ja. je, er, ja. je jezelf gewoon aanwendt dat je hem thuis altijd aan de lader hebt staan. Nou, als ja. het zonnetje schijnt... Uh, Hoef hey, je maar eigenlijk uit te laden? Ja, nou, precies. Super nou, zeg. Dan schijnt het zonnetje ook van binnen. Ja. Um, de Russische autoproductie, wat is ermee? Nou ja, die valt eigenlijk geheel stil. Ja. We hebben het, er zijn op dit moment fabrieken van Kia, Volkswagen, Renault. Maar op dit moment wordt er in, in Rusland nagenoeg niet geproduceerd. 80% minder verkocht. Er het het komt ook niks meer binnen natuurlijk. Daar aan onderdelen. Door die sancties allemaal. Ja. Dit is eigenlijk, de autofabrikanten die merken nu als eerste het gevolg van die sancties. Ja, en er is eigenlijk. Ja, je merkt dan Shell die zijn pompstations gaat verkopen aan de Russen? Uh, de ja. Fabriek ook? Ja, McDonald's eigenlijk... weg, Starbucks weg. Ja. Ja, langzaam wordt het land helemaal uh, kaal en leeg daar. Uh, yeah. um, wat heb je nog voor iets leuks voor, uh, voor de uitzendwijten van deze week? Nou, we hebben hem uh, vorig jaar al een keer behandeld: de Tesla Cybertruck. Um, dat was die extreme elektrische oh, ja. pick-up van Tesla. En van de een op ander moment heeft Tesla besloten dat hij nu in Nederland, althans ook in Europa, verder niet meer te bestellen is. Alleen nog in Amerika en Canada. Nou goed, en nou is onze Elon Musk is natuurlijk een, een eigen heiber, om maar in aardappeltermen te spreken. Maar de, die, uh, die Cybertruck. Waarschijnlijk is de reden dat zijn orderportefeuille zo vol is. Dat hij zegt: van jongens, het is wel goed. We houden hem lekker voor thuisland. Ja. Is hij toch nog wel zoveel verkocht dan? Ja, huh? enorm. Nou. Ik, ik, ik zal verbaasd staan als ik hem misschien rij, want het is ja, inderdaad. Een, een, een enorm bakbeest. Ja. In Nederland krijg je, als je hem hebt, dan heb je een hoop bekijkers, weet ik zeker. Denk ik ook. Dankjewel, Ben van Tilburg.